wil ons net vertel wat gebeur, die naam en wat het gebeur en wanneer jullie het eerste keer van die branden gehoor? Ek is Brendan Maswati. Ek het gisteravond om 5:30 dat ek afgeruim mense gaan afleid. Toe ek terugkom, toe sien ek jou optrek. Toe gaan kyk ek en toe bel ek my bestuurder. Toe sê vir my ons moet hier met kar haal. En so het ons, toe ons dier en ons het die vier ingewaag die orkan waar die huise is. Daar vanaf het ons tot vanochtend 1:00 gehaald daar. So in die vierige keer hadden die ander erf. Een nog afgebrand die huis of so, die gelukkig nog? Gelukkig geen een. Geen levensbedrijf in die stadium? Nie op die stadium geen. Ons het daarmee vier keer wat naar die mensen toe gegaan. So die situatie is in die stadium onder beheer? Niemand wordt bedreig of so? Nie so op die oomblik soos ek nou sien nie, maar soos die vier nou beweeg, dan sê ek om af te beweeg naar die plaatsense kant toe. Maar ons is gereed, die plaatsen met ons spreken. En die wind, is dit een factor? Ja, want ons het gisteravond moes ons terugval ook toe die wind toe. Ja. En want dan moes ons terugval, moes ons maar weer wacht tot die bedaag. Ja. Maar toe het ons voor ons alleen gemaakt tot waar ons gaan wachten. En daar moes ons ook weer staan. Zie je bij? Ja. Houd in die koop pas, ons kan die rook sien uit, borrel in die berg boe. Dit is klomp mense wat om kyk wat aangaan. Ons is nou by die plaas, net voor Harold Wines, en mens kan nou die rook sien uitkom daar waar het vlam gevat het hier op die hoogtepunt van die berg. Weer eens kan men sien waar die rook uitkom. Dit is die plaas, die bierplaas van Harold Wines. En hier voor ons, ons staan op Harold Wines en hier voor ons is een plaas van die SAB, Suid-Afrikaanse brouwerij.